Vandaag is het vrijdag en we gaan vandaag naar de Abeul in Apeldoorn. We zijn dus onderweg, of nou ja, we staan nu even stil. Op dit moment is Johannes aan het tanken en daarna gaan we door. We zijn de auto uit. Even een stukje lopen, maar wel een hele mooie omgeving om te zien. Wat voor aap is dat? Kijk op die kaas. Waar is deze? Dat is boven jullie. Nou, vertel het eens. Ben je het nou wel al? Heel beter nog nou. Ik ben schildpad. Dat is een schildpad. Schildpad zo. Ja. Oké. Je hoorde ook in één keer wat. Het is een heel ander soort. Ja. Het lijkt niet eens op een aap. Ze kunnen vlakbij je komen. Het is gewoon een vrijdag, dus het is hier nu heerlijk rustig. Nou, alleen apen te slapen. Oh ja. We zijn nu bij de binnenverblijf aan het kijken. De meeste dierentuinen hebben fokprogramma's. Voor zo'n fokprogramma is dus een goede samenwerking nodig tussen de dierentuinen.
Ieder fokprogramma heeft daarom een coördinator. Hij of zij coördineert de uitwisseling van dieren tussen de dierentuinen en voorkomt dat dieren die familie van elkaar zijn, een stelletje worden. Nou, ik ben blij te zien dat iedereen aanwezig is. Hele zwarte vlinders, hele grijze vlinders. We hebben net dus een show gezien dat ze gevoerd werden. Of ja, dat is niet echt een show natuurlijk. Maar voor ons is het een show, maar voor hun was het gewoon een voermoment. Mm-hmm. En dan werd er wat bij verteld. Dus toen konden we ze goed zien. Hier naar beneden kan ook. Oh ja. Het lijkt net een campinghuis, Jelle. Met je eigen terras. Yeah.
Wat vind je van het park? Leuk. Jij dan? Ik ook. Ik herinner me ook helemaal niet dat die natuur zo mooi was als dat we het nu zien, zeg maar. Ja. Maar ik ben vorige keer misschien ook niet in de herfst geweest. Het is natuurlijk herfst nu. En alles heeft gewoon heel verschillende kleuren. Die bomen ook. Echt heel... Maar goed, we zijn voor de apen natuurlijk. Klopt. Maar voor alles. We zitten weer in de auto. Het is 4:30 geweest. Dus we zijn nog best wel lang in het park geweest. En we zijn ook allebei een beetje moe. Jij ook? Ja, maar niet heel erg. Oh, jij kan er veel beter tegen. Johannes zat even koffie op. Ik ben er echt wel flink moe van, omdat we best wel lang hebben rondgelopen voor mij doen. En nou lekker uitrusten. En nog nagenieten van de video's natuurlijk. Doei!